Dagje Uit. De jaarlijkse tocht voor senioren heeft de afgelopen jaren door corona niet plaatsgevonden. Dit jaar pakken ze de draad weer op in een vernieuwde opzet. Tijdens de opening kwam de Heerlense burgemeester Roel Wever langs om de senioren uit te zwaaien. Wij hebben deze opening bijgewoond. Stichting Dagje Uit is nu de 53e tocht die we gaan houden, dus 53 jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. En dat is een tocht voor de senioren van Heerlen, die de leeftijd van 70 jaar of ouder bereikt hebben. Die willen wij met een heleboel vrijwilligers gewoon een geweldige mooie dag aanbieden. En dat gebeurt op deze zonnige dag. Ja, dit is een heel spannende editie deze. En waarom? We moeten afwijken van een traditioneel punt waar we altijd naartoe gingen. En dat was in Gemünd, in de Eifel, in Duitsland. Maar door de overstroming van 2 jaar geleden zijn ze nog steeds daar het verbouwen. Dus we kunnen daar niet terecht. We hebben dat 3 weken geleden gehoord van jongens, het lukt helaas niet. Dus we hebben de afgelopen 3 weken een alternatieve route moeten maken. En dat is ons gelukt. En we blijven nu in het Limburgse land. Dat is toch prachtig om te zien hoe de mensen zich verheugen op zo'n mooie dag. Dat ze weer eens een keer eruit kunnen. En ze weten gewoon wat hun te wachten staat. Ze worden gewoon verwend, de hele dag. En dat doen we met de vrijwilligers. In totaal zijn we toch met een 300 mensen vandaag op pad. Nou, dat zijn er heel wat. En dankzij de vrijwilligers kunnen we dit ook organiseren. Nou ja, ik ken gelukkig een behoorlijk aantal mensen inmiddels, hè, als je hier ruim 2,5 jaar burgemeester bent. En dat is gewoon hartstikke leuk. En het mooiste is dat die mensen eigenlijk daar met zoveel plezier in die auto zitten. En gewoon genieten van dat dagje uit dat ze weer mogen doen. Wij doen natuurlijk van alles om vrijwilligerswerk in de gemeente te ondersteunen. Dat doen we op vele manieren. We ondersteunen het buurtgericht werken natuurlijk echt heel breed. Dus we zorgen ervoor dat we heel veel doen aan activiteiten in buurten en in wijken. Want dat is gewoon wel de kern waar het in de samenleving op draait. Met elkaar mooie en leuke dingen doen. En dan ben ik zo trots op die vrijwilligers die hier weer allemaal staan om dit mogelijk te maken. Ja, ik denk eigenlijk dat dit van die projecten zijn die inderdaad wel groeien. En we krijgen steeds meer ouderen. Hè? En we worden ook gezond oud, dat zie je ook. Hè? De mensen die in die auto zitten, die zitten daar echt met een smile. Omdat ze zich ook goed voelen. En dat gaat meer en meer worden, denk ik. En dit is wel een hele leuke manier, met dit weer helemaal, om een dagje te genieten.